Vandaag is het 10 december, dag van de mensenrechten. Reden om daar een maatschappelijke stage aan te koppelen. Leerlingen van het Markland College zijn de hele dag al bezig met de actie Right for Rights. Vanmorgen zijn we begonnen in de klas op Markland College en daar hebben we uitleg gegeven over wat Amnesty inhoudt. Die acties zijn over heel de wereld en die acties hebben altijd succes. Hier in de bibliotheek zijn de leerlingen brieven aan het schrijven. Die brieven gaan naar mensen in Irak, Turkije, in Oekraïne, Zuid-Afrika. Het zijn allemaal mensen die vastzitten omdat ze opkomen voor de mensenrechten. Wij hebben met z'n allen denk ik geen idee van hoe het in die landen is gesteld met vrijheid. Ja, ik vind het ook wel mooi dat we iets voor die mensen kunnen betekenen natuurlijk. Ja, zeker. Ik schrijf voor Athena die opgesloten is omdat ze haar mening heeft geuit. Je tekent voor een mevrouw in Venezuela die opkomt voor de belangen van jongeren. En als je dan tekent, dan kun je die mevrouw helpen. Goeie actie. Hier gaat het allemaal vanzelf en zijn er niet echt protesten nodig om überhaupt die rechten te kunnen krijgen. Terwijl daar moet iedereen zo hard zijn best doen en dan vind ik dat wel moeilijk dat ik denk ja... Waarom moet het allemaal zo zijn? Ik vind het toch wel sneu dat ze daar zitten zonder dat het eigenlijk nodig is. Ik vond het leuk en ik heb best wel veel geleerd over mensenrechten en hoe je mensen kunt benaderen. Het is heel raar om te bedenken dat mensen om iets wat ze eigenlijk heel goed doen, dat ze juist daarvoor gestraft worden. Samen met het Markland College, Amnesty, gemeente Moerdijk en de vrijwilligerscentrale hebben we er een mooi project van gemaakt. Op deze manier hopen we dat de leerlingen zich bewust worden van wat vrijwilligers doen in onze maatschappij. En daardoor vind ik het heel fijn dat wij hier met z'n allen iets tegen kunnen doen die mensen uit de gevangenis te halen.